Welkom, beste leerlingen, bij het eerste filmpje van deze week. We gaan in dit filmpje twee onderwerpen bespreken. Hier staat er al eentje met de bijhorende cursuspagina's. Later in het filmpje komt het volgende onderdeel aan bod. Zoals altijd vinden jullie deze PowerPoint ook online. Nu, we gaan het in het eerste deel hebben over leenwoorden. Neem er zeker al die cursus bij, want het maakt al heel wat duidelijk. Nu, we hebben het al wel eerder over leenwoorden gehad. Het is dan ook een gegeven dat erg belangrijk is, maar ook extreem snel kan veranderen. Vandaar dat het bijna elk jaar opnieuw gaat terugkomen. Nu, wat is nu zo'n leenwoord? Dat zijn woorden die letterlijk of aangepast overgenomen zijn uit een andere taal. Dat wil dus zeggen dat je die soms letterlijk exact hetzelfde schrijft zoals die in de andere taal zouden zijn, of je past aan. In het Nederlands passen we heel vaak niet aan. En dat zie je bij deze voorbeeldjes. Dit is nog allemaal de spelling zoals het zou zijn in respectievelijk het Engels, het Frans, het Duits en het Italiaans. Andere talen gaan sneller aanpassen. Nu, we zien straks hoe en waarom dat gebeurt. Nu, waarom nemen we nu eigenlijk woorden over uit een andere taal? Er zijn heel wat voordelen verbonden aan een woord overnemen uit een taal. Beeld je bijvoorbeeld in, je landt op een eiland en daar woont een bepaald volk. En je ziet daar allemaal dieren en planten en bomen en stukken fruit die jij helemaal niet kent. Je hebt er nu eenmaal geen woord voor. Denk bijvoorbeeld aan de eerste blanken die in Australië landen. Ja, een kangaroo. Hoe moesten ze dat dier nu eigenlijk noemen? De lokale bevolking begon dan te praten. Die beginnen bijvoorbeeld met jou te praten en die geven die zaken wel een naam. Nu, dan gaat het veel sneller om dat woord van de lokale bevolking gewoon over te nemen en mee op te nemen in je eigen taal. Het woordje ananas bijvoorbeeld hebben we zo overgenomen. Want ja, hoe ga je anders een nieuw woord verzinnen? En wat ga je dan zeggen? Gele peer met stekels? Zo gaat het niet. En wie weet heeft mijn buurman of buurvrouw wel een heel ander woord verzonnen. En wie heeft er dan gelijk? Het gaat ook veel sneller om een woord over te nemen. Je zou kunnen zeggen dat de overheid nieuwe woorden zou moeten kunnen verzinnen, maar dat duurt gewoon veel te lang. Wanneer ik op dat eiland zit, ja, dan moet ik onmiddellijk kunnen praten. Ik wil onmiddellijk kunnen zeggen wat een ananas en wat een kangaroo is. In plaats van dat ik maanden moet wachten voor de overheid beslist heeft welk nieuw woord. Dus dat duurt gewoon te lang. Het is een enorm voordeel om leenwoorden gewoon over te nemen. En het maakt je taal ook veel rijker. Je komt daardoor veel meer specifieke woorden tegen. En die leenwoorden worden natuurlijk sterk beïnvloed door de dominantste taal op dat moment. Die taal waar jij het vaakst mee in contact komt. We gaan daar later nog meer over zien, maar je kan al een beetje raden wat het nu zal zijn. Kijk even ook naar deze afbeelding. Er zijn heel wat mensen die leenwoorden niet graag in onze taal opnemen. Zij vinden dat die onze taal verarmen en dat we daardoor het Nederlands een beetje verliezen. Wat gaan zij dan doen? Zij gaan samen zitten en ze gaan een hele lijst van leenwoorden maken en daar Nederlandse varianten voor verzinnen. Zoals het Franse woordje champignon, daar maakt men dan kampernoeien van. Of een brochure wordt een vlugschrift. En zo gaat men dan verder. Nu, we gaan even naar een ander voorbeeld kijken. In de 17e eeuw had Nederland zijn gouden eeuw. Nu, wij hoorden daar niet bij, dat waren de Verenigde Provincies der Nederlanden. Wij waren toen nog deel van Spanje. Dat gaan jullie volgend jaar in de lessen geschiedenis leren. Maar Nederland was op dat moment losgescheurd van Spanje en ze hadden hun gouden eeuw. Dat wil zeggen dat ze op dat moment bijna de dominantie van heel de wereld op zich hadden genomen. Wat toch wel straf is. En hoe hadden ze dat gedaan? Ze waren de beste geworden in scheepvaart. En daardoor konden ze veel sneller dan alle andere landen handel drijven. En ze hadden ook een heel groot bedrijf opgericht, de VOC. En hier zie je zo'n Nederlands schip, een moderne namaking ervan. Dat noemen we de Clippers. Nu, wanneer een ander land dus goede schepen wou, dan hadden ze geen andere keuze dan Nederlandse scheepvaarders uit te nodigen in hun land. En wat gebeurt er dan? Ja, die Nederlanders komen daartoe en die gebruiken allemaal heel specifieke termen die die andere mensen helemaal niet kennen. En hier zie je dus dat bijna een hele grote hoop van de woordjes in het Engels die te maken hebben met scheepvaart, dat die bijna allemaal zijn overgenomen uit het Nederlands. Verbazend misschien, maar als je de geschiedenis kent, niet zo. Bijvoorbeeld zie je het woordje stuurboord en dan zie je hier in het Engels starboard, ijsberg, iceberg. Nu, we weten allemaal dat het woordje berg in het Engels, dat dat eigenlijk mountain is.
En toch gebruiken ze niet Ice Mountain, maar ijsberg. Dat komt omdat dat een leenwoord is. En zo gaat het verder. Deze moet je al een beetje verder over nadenken. Genever werd gin. En je ziet dat de Engelsen hun spelling wel hebben aangepast. Ze hebben het niet klakkeloos overgenomen. We zullen straks ook zien waarom zij dat gedaan hebben. Nu, wanneer je dit interessant vindt, kan je even naar deze webpagina surfen. Want er staan nog heel veel andere voorbeelden over. Het beperkt zich niet alleen tot de scheepvaart. Er zijn veel meer Nederlandse woorden opgenomen in het Engels dan je zou kunnen vermoeden. En dat geldt ook voor andere talen, ook in het Frans en in het Duits. En zelfs verder weg, in Afrikaanse talen, zijn Nederlandse woorden opgenomen. Nu, wat gebeurt er nu? Wat zijn die aanpassingen en wat is het tijdspanne daarin? Het aanpassen van leenwoorden is dus sterk afhankelijk van het taalgevoel en het beleid. Jullie weten al, ik heb jullie al verteld, dat wij met onze Nederlandse taal zeer goed in staat zijn om andere talen uit te spreken. De Engelsen, laten we even terugkijken, zijn niet. Dus wat doen zij? Zij gaan veel sneller woordjes die ze lenen aanpassen naar hun eigen spelling. Wij in het Nederlands doen dat eigenlijk veel minder. Het gebeurt, maar het gebeurt veel minder vaak. En het hangt ook af van het beleid. Wanneer het beleid bijvoorbeeld er meer voor kiest om leenwoorden een beetje meer te verstoppen en toch meer in te kaderen in de eigen taal, dan verandert die spelling natuurlijk. In het Nederlands doen we dat wederom niet. En doorheen de tijd wordt het natuurlijk moeilijker om vast te stellen of het nu eigenlijk een leenwoord is of niet. Deze woorden weten we dateren uit de 17e eeuw. Dat is echt al lang geleden. En het gaat verder terug. En soms is het gewoon heel moeilijk vast te stellen of het ene woordje nu gewoon dat we dat gewoon hebben doordat we familie van elkaar zijn, of of het om een leenwoord gaat. Noemen die studie de linguïstiek. Die gaan het allemaal bestuderen. Nu, die woorden die clusteren zich vaak. Hoe komt dat? Je ziet dat hierboven ook. Omdat het nu eenmaal vaak meekomt met bepaalde gebruiken van mensen. Ik heb hier het voorbeeld gegeven van Zuid-Afrika en pastatermen. Wij spreken over ravioli en tortellini en spaghetti en linguini. Dat zijn allemaal Italiaanse termen. Want toen heel veel Italiaanse immigranten naar België kwamen, namen zij een eetgewoonte mee. En aangezien wij hier in België snel fan werden van de Italiaanse keuken, zijn we die woorden gewoon beginnen overnemen. Vandaar dat wij Italië hier in België ook heel sterk associëren met pasta. En in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Zuid-Afrika was een Nederlandse kolonie alvorens de Engelsen er een kolonie van hebben gemaakt. Dus heel veel dieren die daar rondlopen, die wij benoemd hebben, hebben in het Engels geen Afrikaanse naam gekregen, maar een Nederlandse naam. Ook dat kan je eens gaan opzoeken, want het Afrikaans, zoals het daar gesproken wordt, is een dochtertaal van het Nederlands. Maar je moet goed opletten met taalfamilies. Jullie weten al dat bijvoorbeeld het Engels, Nederlands en Duits, dat die best hard op elkaar trekken. Dat komt ook omdat die familie zijn van elkaar. Als je hier even gaat kijken, is er één taal die waarschijnlijk aan de basis lag van ons taalgevoel. Het Proto-Indo-Europees. En je hoort al goed, er zit Indisch in. Ja, we zijn wel degelijk familie van de Indische talen. Nu, die mensen zijn waarschijnlijk, die deze taal spraken, zijn zich uit beginnen spreiden over Europa. En die talen zijn beginnen verwisselen. Een bepaalde groep kwam bijvoorbeeld aan in het gebied dat wij nu West-Europa noemen, waar wij wonen. Dat noemen we Proto-Germaans. En dan zijn die terug beginnen splitsen. En dan krijgen we twee andere groepen, het Noord-Germaans en het West-Germaans. En dan zijn die terug beginnen splitsen. En zo krijgen we het Zweeds en het IJslands. Als je bijvoorbeeld eens naar het Zweeds gaat luisteren, ga je merken dat je dingen kunt begrijpen. En het West-Germaans. Wij zijn dus familie van elkaar. In deze groep zit het Frans. Frans zit dus een eindje verder weg. Spaans, Portugees, Italiaans. En je kan daar Frans aan toevoegen. En het is soms moeilijk te bepalen, is iets nu familie of is het een leenwoord? Kijk maar even hier. Naar je taalfamilies. Je ziet hier Nederlands, Engels en Duits. Vader, father en vater trekken allemaal heel erg hard op elkaar. En hier, door dit soort lijstjes, kan je makkelijk achterhalen of zaken nu leenwoorden zijn of dat ze familie zijn. Heel veel woordjes die te maken hebben met familie en zaken die we elke dag gebruiken en dieren die bijvoorbeeld in die regio al van vroeger, van heel vroeger voorkomen, zoals een koe, in het Engels gewoon een cow en in het Duits koe, dan weten we gewoon dat die familie zijn. Maar wanneer we naar het woordje ananas gaan kijken, dat is in het Nederlands al een leenwoord, en in het Engels is dat pineapple geworden. Dus er is helemaal geen familie meer. En dan gaan we hier even kijken naar het Frans, het Spaans en het Italiaans.
per padre en padre. Je ziet ook, hoewel ze harder zijn aangepast, zie je ook hier dat ze erg op elkaar trekken. Maar het woordje enfant is dan weer iets helemaal anders. Alhoewel niet helemaal, het is nog steeds familie. Je ziet ninja, enfant, je ziet het een beetje terugkomen. We weten dat deze twee termen familie zijn, maar ze zijn gewoon sterker aangepast. Maar wat zie je hier? Ninja en niño, bambina, bambino, meisje en jongen. Ook die talen hebben nog steeds die geslachten die wij eerder kwijt zijn. Denk maar aan le en la in het Frans. Nu, bij ons worden er vooral Engelse leenwoorden overgenomen, omdat het Engels nu heel dominant is. Daarvoor was het eerder Frans. Maar er zijn ook nog altijd andere talen. Het gaat nooit neerkomen op één taal. Nu, vroeger was het veel Italiaans, nu is het ook eerder Arabisch, er is ook Pools binnengecijpeld. Dat kan allemaal. Je ziet hier allemaal Engelse leenwoorden. Nu, er zijn ook nadelen. Op vlak van spellingsregels is dat niet makkelijk. Je ziet hier het woordje deleten. Dat is helemaal niet zo makkelijk om te vervoegen in het Nederlands. Mensen zeggen ook wel dat we onze eigen taal hierdoor een beetje verliezen. En de uitspraak is niet altijd zo makkelijk. Vraag maar eens aan je oma om het woordje deleten degelijk uit te spreken. Zo simpel is dat niet. Dan moeten jullie in jullie cursus pagina 577 tot 580 maken. Ga goed zoeken. Wat moeten jullie doen? Jullie moeten naar deze afbeeldingen kijken. En ze staan telkens geclusterd per drie. Deze eerste drie zijn leenwoorden uit het Arabisch. En jullie moeten dus gaan zoeken welk woord hier afgebeeld wordt en het dan ook opschrijven in de grote tabel. Ze staan dus steeds per drie geclusterd. Dus 4, 5, 6 is dan weer al een andere taal. Kijk ook online na dat je zeker bent dat het wel degelijk een leenwoord is. En dan gaan we even kijken naar uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen. Neem daar ook je cursus bij. Dit stukje gaat iets sneller gaan. Tot nu toe hebben we die allemaal door elkaar gebruikt. De appel valt niet ver van de boom. Hij eet met lange tanden. Zij is een voetzelver. Nu gaan we daar een onderscheid maken. Neem even opdracht 30 erbij in jullie cursus, want we gaan die samen invullen. Bijvoorbeeld met lange tanden eten en een handje helpen. Dat zijn uitdrukkingen, want we kunnen die aanpassen. Wat moeten jullie hier dus schrijven? Een uitdrukking is dus iets dat je kan aanpassen. Je moet die aanpassen om die te doen passen in de zin of in de context. Bijvoorbeeld, ik eet met lange tanden of ik help je een handje. Ik ga dus mijn werkwoorden vervoegen, mijn woordvolgorde veranderen. Ik ga het aanpassen. De appel valt niet ver van de boom is een spreekwoord. En wat is daar zo specifiek aan? Ik kan het alleen maar gebruiken op die manier. We noemen dat een algemene volkswijsheid. Ik kan niet zeggen, mijn appel valt niet ver van de boom. Nee, het is altijd, de appel valt niet ver van de boom. En als laatste hebben we dan een zegswijze. Dat is een handige harrie. Dat is geen zin, het is gewoon een vaste manier om iets uit te drukken. Zoals hier ook een doe-het-zelver. Gewoon iets dat we altijd zo gebruiken. Maar vaak korter en geen zin, zoals een spreekwoord. Nu, wat moeten jullie doen in je cursus? Je gaat daar zien dat je drie tabellen krijgt. En jullie moeten gaan zoeken, want het gaat hier alleen maar over de uitdrukkingen. Moest ik even verduidelijken. Dus aan diegene die je kan aanpassen. En het zijn uitdrukkingen in krantenkoppen. Jullie moeten de uitdrukking per krantenkop gaan zoeken en die in de tabel op de juiste plaats schrijven. En nadien ga je een verklaring zoeken, tenzij je ze al kent, want dan kan je het in je eigen woorden neerschrijven. Dat moet niet per se in volzinnen zijn. Ik heb de eerste van de eerste tabel even gemaakt. Daar is een krantenkop. Even kijken. Renner Boekman krabt langzaam uit het dal na wekenlange coma. De uitdrukking is uit een dal kruipen. En de verklaring is er weer bovenop komen, beter worden. Wanneer je die gaat opzoeken, vergeet dan niet om naar één woordje te zoeken in het woordenboek. Nu, wat moeten jullie doen? Jullie kunnen de cursus invullen, maar het is een kladversie. Want op Smart School heb ik een document gemaakt met al die tabellen. Zowel van leenwoorden als van die uitdrukkingen en zegswijzen. Dat document moeten jullie invullen en dat ga ik ook verbeteren. Vergeet het dus ook niet te uploaden in de juiste map. Je moet dus geen bewijs uploaden van dit gedeelte van de cursus, dus van de leenwoorden en van de uitdrukkingen. Omdat ik dus zal zien, omdat je dat document zal invullen, dat je alles wel degelijk gemaakt hebt. Wanneer je dat document gaat invullen, neem er dan je cursus bij, want ik heb alleen de tabellen overgenomen, niet de krantenkoppen en niet de afbeeldingen die jullie dus nodig hebben. Veel succes en tot in het volgende filmpje.